Nou, we zijn hier bij de kleermaker. Ja. Mijn naam is Abdullah, ik ben kleermaker. Abdullah, hoe lang ben jij al kleermaker? De verheer 18 jaar, maar pas begonnen 10 jaar, dus bijna 55 jaar ik ben kleermaker. Nou, dan heb je wel heel veel ervaring, ja. Hè? Ja. Jee. En hoe oud was je toen je ermee begon? 10 jaar uit. Je was pas 10 jaar? Ja. En was jouw vader ook kleermaker op boer? Nee. Vader is boerderij. Boer. Oh, een boer. Ja, dat is ook een nuttig beroep, hè? Ja. Ja, en kleermakers, ik denk dat heel veel mensen zich... Wat voor opdrachten krijg jij nu precies? De broek... Ja, kijk, waar deze lussen stuk, voor lussen vastmaken. Iemand anders, broek brengen, lussen stuk, of korter, langer, innemen, of uitnemen, voor heel verschillende voor. Maar de meeste dingen zijn toch broeken en jassen en dat soort dingen? Ook jas. Deze jas, lus is stuk, ik lus vastgedaan. Zie, kijk hier. Ah, kijk aan. Lus. Iemand anders, broek gebracht, verlengd. Iemand is korter, dus heel verschillende werk. Ja, en ik zie ook, Abdul, dat jij heel veel verschillende kleurtjes scharen hebt. Natuurlijk. Dat is allemaal voor de kleur van de jas of de broek. Ja. En dat beroep van kleermaker, Abdul, moet je daarvoor naar een opleiding of heb je dat gewoon zelf geleerd? Zelf geleerd, niet opleiding. Ja, dat is Turkije, een heel ander systeem. In Turkije heb je gewoon dat je het van iemand gewoon... Ja. Dus zeg maar dat jij iemand kent die kleermaker is en dan ga je daar gewoon... Ja, ik ben 12 jaar voor woont in Istanbul. Ik ben voor goede ervaring. Dharma en Parijs. En dan Milano. Zo. Italië, natuurlijk. Ja, ik ben voor heel... Dus jij hebt al heel veel van Europa gezien? Ja, Europa gezien. En waarom heb je dan gekozen voor Nederland dan, Abdul? Ja, ik later Nederlands aankomen. Voor hier vroeger, voor textiel. Voor, textiel. Ja, confectie. Heel populair, snap je? Ja, dat klopt. Ja. Dus daarom ben je eigenlijk naar Nederland getrokken. Ja. Om hier bestaan op te bouwen. En hoe lang woon je al in Amsterdam? 86. Vanaf 86. Wat heb je nou meer? Turkse klanten of Nederlandse klanten? Nederlandse klanten. Toch Nederlandse klanten, ja? Ja, ja, ja. Ja, Turkse mensen kunnen het zelf wel, hè? Hey, en als ik een leuk stofje op de markt zie en ik denk, nou, ik zou er wel leuke gordijnen van willen maken, kan ik ook bij jou terecht. Ja, natuurlijk, gordijn. Zie, kijk, hier, gordijn. Hier ook gordijn. Ook gordijn. Ja, zie, kijk, gordijn. Oh, kijk eens, ja. Want het is ook nog een hele... Video gordijn, klaar. Oh, dat kan ook nog. Ja, alles. En veel vaste klanten ook aan boord? Ja, een heleboel vaste klanten. Ja, het is mooi, hè? Ja, natuurlijk. Dan zijn ze ook tevreden, hè, als ze terugkomen. Ja. Nou, ik zou zeggen, mensen komen allemaal langs bij Abdul als je wat wil laten maken. Gordijnen, nieuwe gordijnen. Of een broek die weer niet goed zit. Of een ritssluiting die weer is lang. Want wij hebben dat hier allemaal. Zeker. Een man van heel veel ervaring. Oh, dus jij gaat ook gewoon in gebed, Abdul, en tijdens het werk? Abdullah? Ja? Jij neemt ook de tijd voor even het gebed? Ja. Heel mooi. Vijf keer. Vijf keer? Ja, per dag vijf keer. Maar is dat aan tijden gebonden, die gebeden? Dat je zegt, ik moet 's morgens om 7 uur en dan moet ik om... Ja, dit is verschillende, omdat voor... programma voor zon. Zon schijnt voor nu is bijna 8:30 de zon. Voor is 8 uur is eerste bieden. Hangt van de zon af. Ja, maar zomerseizoen is ochtend 5 uur is bieden. Vroeger voor zon schijnt.
Middag is vandaag, nu is voor 12:30. Maar zomerseizoen 2:00. Oké. Okay. Ja, zo verschillende. Hé, hey, en is dat een... En voor 2,5, bijna 3:00, 4:30, 5:00 zeg, is 4e keer, 6:00, laatste keer, nu. Omdat voor deze winterseizoen. Winterseizoen is heel anders. Dus het is per seizoen afhankelijk. Ja. Ja. Hey, en is dat een vast gebed of is dat een persoonlijk gebed? Heb je een vaste tekst of zo? Of nee, heb je ook... nee, persoonlijk. Persoonlijk gebed? Nee, natuurlijk. Oké. Niet voor vast. Nee, want sommige godsdiensten hebben ze gewoon een vaste tekst ook, hè? Ja, sommige wel, maar dit is... Nee. En heb jij het idee dat je daar veel steun aan hebt? Ja.